Nou, wat mij mooi lijkt om van Kennisbank te zien, is dat Kennisbank toegepast wordt in het onderwijs zelf. Ik heb zelf deel uitgemaakt van een project waarin studenten en docenten samen onderzoeksvaardigheden gaven. En het mooie is dan dat er aangegeven wordt vanuit de docent dat studenten kunnen gaan kijken of er al onderzoek gedaan is op het gebied van waar zij zich mee bezighouden. En als je dan Kennisbank aan kan geven als een platform waar dat mogelijk staat, denk ik dat studenten zich bevestigd zullen voelen in waar ze mee bezig zijn en dus meer zelfvertrouwen en activiteit krijgen om door te gaan.